Nou, ik heb wel een top locatie uitgekozen om mijn vlog te openen, zie ik. Ik ga heel veel naar voren rijden, want dan sta ik ietsje minder in de weg bij de in- en uitgang. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik zit in de auto. Ik ga namelijk naar Sophie toe. Sophie Oesri, wellicht ken je haar wel. Kans is wel vrij aannemelijk, denk ik. Hey! Hallo! Hallo! Waren jullie weer lekker aan het wandelen? Even een klein rondje wandelen. Ben je aan het bellen? Nee, aan het opnemen. Oh, joejoe, followers! Nee, grapjes. Mijn buurvrouw. Oké, ik zie je snel. Is goed. Doei, schat. En ik mag jullie eindelijk iets vertellen. En misschien dat je denkt, hey, ik heb de memo gemist van het... Oh, ik ga iets tofs doen en ik mag nog niet vertellen wat. Dat klopt, want daar doe ik namelijk niet aan. Als ik iets niet mag vertellen, dan vertel ik het gewoon niet. Ik heb daar namelijk zelf best wel een hekel aan. Dan denk ik, ja, wat is dit voor nutteloze informatie? Maar... Nu mag ik het dus wel vertellen, want als het goed is gaat er vandaag een persbericht uit. Tegen die tijd dat jullie deze vlog zien, is dat al lang en breed bekend. Maar ja, ook namens mij. Ik doe mee met First Date Vips. Ik was uitgenodigd en daar heb ik volmondig ja op gezegd, want ik vind het een prachtig programma. Het is absoluut niet ordinair, het is gewoon heel leuk. Ik doe dus mee met de Vips editie, daar vind ik zelf ook nog wel het nodige van. Ik vind mezelf namelijk absoluut geen VIP. Maar ja, het is zoals het is. Dus dat was nog wel iets wat ik natuurlijk zelf ook nog wel heel graag aan jullie wilde vertellen. Ondertussen staat het hier helemaal vast met allemaal busjes en dingen. Nou goed, ik heb mijn navigatie ingesteld, dus ik ga rijden. Ik heb ook tijdens de opnames van First Dates heb ik behind the scenes opgenomen. In hoeverre dat natuurlijk kan en mag. En die video zal net voordat de uitzending... Nou, het is zo slecht licht hier. En die video zal net voordat de uitzending live gaat online komen op mijn kanaal. Ik mag natuurlijk geen spoilers geven of wat dan ook. Dus daarvoor moet je lekker naar de uitzending kijken. Maar de uitzending is al vrij binnenkort, dat kan ik wel vertellen. Ik weet niet of het al bekend is wanneer die uitzending is. Of ik dat al mag zeggen. Nou, dat wilde ik vertellen. Nu ga ik muziek luisteren. En rijden naar mijn vriendin. Maar ik moet ook nog tanken en dat haat ik. Maar goed, oké. Nou, ik hoop dat jullie me in ieder geval hebben gezien. Maar anders heb je me vast en zeker wel gehoord. Ik ga rijden. Sophie, jouw string. Wacht even, zodat je me kon afvillen. Ik dacht, je kwam me helpen. Nee, ik kan je niet helpen. Ja, ik mag wel op de trap. Ik heb al gezegd, we moeten het niet meer omhoog doen. Maar ja, die kat van hem was er doorheen. We zitten een leuke vlog te kijken van mij, van vroeger. 224.000 weergaven. Ja, dat waren de tijden, hè. Oh mijn god. Oké, ik vlog nu, dus gedraag je. Nou, we krijgen bananenbrood. Kan je dit recept met ons delen? Ik deed bananen en brood in de oven. Ik had een bananenbrood. Ja, deze is echt lekker. Nee, ik heb het recept gewoon gegoogeld. Maar dit is oprecht een van de lekkerste, denk ik, die ik ooit op heb. En dat was de eerste keer, hè? Ik vond het echt goed. Thanks, babe. Ik heb thuis ook drie bananen. Heb je drie bananen in gedaan? Ja, alleen Sophie heeft er wel allemaal suiker en zo in geknald, daarom is hij zo lekker. En ik gebruik gewoon amandelmeel en honing. Ja. Maar ja, deze is wel lekker, hè? Eerlijk is eerlijk, dat proef je wel. En jij hebt de pure chocola in. Rozijnen zijn ook lekker. Rozijnen in bananenbrood? Godverdomme. Ja, lekker. Ik vroeg aan Sophie als ze een vlog wilde kijken van mij, ja. Zet ze deze shit aan. Dus jij bent niet eens zichtbaar. Dit licht, hallo. Sophie heeft een elektrische deken. Die heeft ze van de Lidl. Die echt onder de vlekken zit. Echt lekker. Beste aankoop ooit. Maar is echt top, hè? En dat zet je gewoon daarmee. Zet je hem warm met dat ding. En kan je hem ook nog warmer zetten? Ja, zes standen. Ik gewoon je moet wel uitkijken, het is geen chocolade, pepernoten erop letten. Dat te zien. Echt goor. Het is ook nog een pure, hè? Ja, dat kan je ook wel zien, ja. Nou. Ja, hier is die andere, daar weten we nog steeds niet meer van. Chocolade, pepernotenvlek. Ja, hij valt hier. Wow, yo. Maar dat hoort er gewoon bij. Ja. Dat is het onderdeel van wie ik ben.
Nou, ik ben weer thuis. Ik heb meteen lekker mijn haar vast gedaan en een jongbroek aan. Maar ik heb een pakketje binnengekregen. Oeh. Zo, oké. Ik heb Foreo binnengekregen. En dit is dus een gezichtsborstel. Lieve Jill, veel plezier met de Form to Face maskers van UFO 2. We zijn benieuwd wat je van de nieuwe Form to Face collectie vindt, liefst Irene. Kapot veel maskers in. Wat een mooi ding. Hij is rosé goud. Ben ik nou zo'n kneus? Trouwens, ik krijg ondertussen echt aan de lopende band allemaal berichten van mensen die RTL Boulevard hebben gezien. En het persbericht is er nu dus ook officieel uit dat ik meedoe aan First Date. En ik vind het... Ik weet natuurlijk al lang hoe het allemaal is gegaan. En het was echt een super toffe ervaring. Maar ik vind het wel zo spannend. Ik ben, ja, weet niet. Ik vind het toch altijd wel... televisiepubliek is gewoon weer heel anders dan de veilige bubbel waarin ik mijn YouTube video's upload. En dat vind ik stiekem toch best wel een beetje spannend. Maar goed, ik vind het gewoon echt een fantastisch programma. En iedereen die ik het verteld had, die reageerde ook super enthousiast. Dus ik ga heel even uitvogelen hoe ik dit ding open krijg. Want ik wil dit eigenlijk gaan proberen, want ik heb best wel weer wat onzuiverheden en wat puistjes en zo. En dan is het wel lekker om heel even zo'n maskertje aan te brengen om daarna lekker te gaan douchen. Maar ja, ik zit dan echt een half uur lang hiermee te kloten. Dus ik ga wel even deze openmaken en dan zie ik jullie zo. Nou, ik heb inmiddels door hoe die werkt. Dus ik heb heel veel gedoucht en mijn gezicht gewoon gemaakt. Want het is de bedoeling dat je het daarna indept. Nou, even kijken. Ik ga het masker gebruiken met honing. Ik dacht... Ik weet niet veel. Er zit dan een pet in. Nou, die zit in ieder geval goed op mijn honing. Die leg je hier erop. En dan ga je deze... Zo. Oh. Maar hij wordt wel echt warm. Volgens mij is dit de bedoeling. Dus niet dat je het er nog afwast of zo. Ik vond het wel chill, vooral omdat hij zo warm werd. Je kan dus gewoon afwassen onder de kraan. En het is best een mooi ding. Of het werkt, geen idee. Daar kom ik later nog op terug. Ik ga in ieder geval lekker op de bank. Beste zangers kijken. En chillen. Oké, ik was dus vergeten om de vlog af te sluiten, dus dat ga ik nu nog heel eventjes doen. Inmiddels een andere dag, maar wel weer avond. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Het was volgens mij een beetje een rommelige vlog, maar de aankomende vlog die online komt, wordt echt super leuk. Want ik ga namelijk samen met Fabienne naar een pompoenboerderij en we gaan een pompoen uitzoeken en uithollen en ik heb er helemaal zin in. Dus stay tuned. Aankomende vrijdag nieuw vlog op mijn kanaal. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag dan. Doei doei!